Sinds een jaar of 5 is er hier in Haps een prachtig park. En dat is er niet zomaar gekomen. Dat is aangelegd en dat wordt prachtig verzorgd door heel veel vrijwilligers van hier. En ik heb hier een paar van die mensen bij me. Want er is nu weer iets nieuws wat ze hier gaan doen in het park. Waar vroeger een prachtig kunstwerk stond van Hein. Ons allen bekend, hè. Is nu plaatsgemaakt voor iets nieuws. Nou, ik heb bij me Harry en Marius. En nou, ik begin bij jou, Marius. Wat gaat hier gebeuren nu? Nou, de bedoeling is dat we hier gaan beginnen met het te bouwen van een hapshuis. Een hapshuis. Nu staan er volgens mij al heel veel huizen in Haps. Dat klopt, maar dit hapshuis is nog niet in Haps gebouwd. Vinden we eigenlijk op zich wel jammer, want het staat namelijk wel in Zomeren, maar niet in Haps zelf. Oké, nou ja, dan maar even. Wat bedoel je met een hapshuis? Een hapshuis is, in de tijd zijn hier opgravingen gedaan op het Kampseveld in de jaren 60. En toen zijn daar fundamenten blootgelegd van het hapshuis, het huis, een boerderij. Toen was er nog niet bekend een hapshuis, maar omdat ze toen wat fundamenten gevonden hebben en daar heb ik toen blootgelegd en toen heb ik gezegd, ja, dit is het eerste huis wat we in Nederland gevonden hebben en dat noemen we dan ook hapshuis. Vandaar dat in Zomeren heet ook hapshuis. Okay. En Harry, over welke tijd hebben we het eigenlijk dan? We hebben het over de IJzertijd. En de IJzertijd is ongeveer 500 jaar voor Christus in die tijd. Dus dat is 25 eeuwen geleden. Dat is wel heel lang geleden, hè? En ik neem aan dat het materiaal toen hout was of zo? Er was inderdaad hout. En, dus wij gaan ook met hout werken. En we gaan ook de originele verbindingen, zoals wij denken dat het is, gaan we aanbrengen. Dus er komt in feite geen spijker aan te pas. Het wordt allemaal met houtverbindingen wordt het gemaakt. En ook dusdanig zichtbaar voor iedereen, dat iedereen kan zien hoe het was. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als het zo lang geleden is, dan zou ik denken, dat hout, dat was toch al lang vergaan. Hoe kun je dan ook zien dat er ooit een huis was? Dat klopt. Het is, ja, de pijlers zijn blootgelegd, dus we weten hoeveel pijlers er waren. Dus we weten hoe de wanden in elkaar zitten en noem maar op allemaal. Wat boven de grond zit, dat weet niemand. Nu zijn er op andere plekken in Nederland ook dit soort huizen gevonden. Maar waarom heet het dan toch precies het Hapshuis? Omdat in Haps de eerste huis gevonden is van die omvang, van die setting. Dus we kunnen aan de grond zien van hoe de pijlers hebben gestaan. En dat is uniek. Ja. En zo heb je verschillende soorten boerderijen. En dat heb je nu in deze tijd nog. Hè. Je hebt in Friesland weer andere boerderijen als hier in Brabant. Ja. En Marius, waarom hier midden in het park, midden in het dorp? Nou ja, goed, zo'n prachtig park ja, dat al bijna 5 jaar hier staat, vinden wij goed, maar dat het huis dan ook hier moet komen staan. Gewoon ook voor de belangstelling van de mensen die hier komen. Er komen best veel mensen hier om te picknicken en te joggen. Ja, van alles te doen. En dat vinden we eigenlijk gewoon leuk om dan in het park daar nog iets bij te hebben. Vandaar het Hapshuis. Jullie gaan dit met allemaal vrijwilligers doen, hè? Heb ik begrepen? Ja, dit gebeurt met eerst een bedrijf. Die gaat dat met ons doen, met de vrijwilligers. Dus niet alleen wij, maar er komt nog een bedrijfje uit Badhoevedorp. En die stuurt ons eigenlijk een beetje aan wat wij moeten doen. Ja. Zodat het ook nog lijkt op hoe het bedoeld was. Ja, nou ja goed, niemand weet of het precies zo is zoals toen, maar we gaan ervan uit dat ze toch veel gevonden hebben in die tijd. En gedacht hebben van, het zit ongeveer in die stijl in elkaar. Ja. Er zou in principe nog echt een rieten kap op moeten. En de wanden zouden met strooi en leem dichtgemetseld moeten worden. Maar ja, dat gaan we niet doen. We willen een open karakter houden, dus er komt alleen maar een skelet te staan. Ja. Dan kunnen ze er ook in, kunnen ze ook kijken. Maar als je het bouwt met zoals het moet, dan kun je er ook niet in en dan, ja, dan is het alleen maar de buitenkant. Dus ja, we willen ook gewoon dat de mensen in het gebouw kunnen. Ja. Er liggen hier nu allerlei palen klaar al. Is dat dan ook van speciaal hout of is dat gewoon het hout wat nu beschikbaar is? Dat is wel hout wat nu beschikbaar is, maar het is wel speciaal hard hout. Dit is dat grote hout, dat is Robinia. Ja, dat is zo hard, dat blijft wel echt jaren staan. Dus wij gebruiken wel een goede soort hout om het langdurig te bewaren. Ja, en dan er zit wat kastanjehout bij, maar dat kastanjehout komt niet van hier. Dat komt van Spanje. Dus dat is speciaal weer uit Spanje overgebracht naar het bedrijf. En daar hebben wij het dan van. Hebben die betere kastanjebomen dan wij? Ik denk dat die wel beter zijn, harder. Harry, als er zo'n degelijk hout gebruikt wordt, dan neem ik aan dat het ook wel een poosje blijft staan. We gaan uit van 20 jaar. En we hebben wel een heel onderhoudsplan, dus dat er jaarlijks wat vervangen moet worden. Maar ja, in principe blijft het 20 jaar staan. Ja. En dat gaat lukken met die verbindingen die jullie niet met spijkers en schroeven gaan doen? Jazeker, jazeker. Dus daar wordt goed over nagedacht. En daar hebben we juist die specialist voor. Hè? Dat die zorgt dat het hout gewoon goed in elkaar zit. Kijk, het is ook niet de bedoeling dat mensen erop gaan klimmen en noem maar op allemaal. En dus ja, we proberen het wel heel degelijk en heel goed te bouwen. Dat het voor iedereen toegankelijk is. Ja. We zijn hier nu met z'n tweeën. Op dit moment wordt er niet gewerkt. Maar ik neem aan dat er wel meer mensen bij betrokken zijn nog. Ja, de vrijwilligers natuurlijk. En dan het bedrijf wat morgen start, dat is Wout en Beek uit Badhoevedorp. Die mensen gaan dat doen. En dan ja, hebben we er nog wat links en rechts nog wat mensen bij. Maar verder wordt het eigenlijk alleen maar met de vrijwilligers en het bedrijf gedaan. Ja. Dus, dat zijn ook de vrijwilligers die hier het park zo mooi bijhouden, hè? Dat zijn ook de vrijwilligers die het park bijhouden, het onderhoud. Dus het maaien, het snoeien, beplanting, de vuilnisbakken eigenlijk schoonmaken. Want we hebben in het park, ja, er zit ook natuurlijk vuilnisbakken, dat hoort wel bij ons dan. Dat gaan we doen. En ja, zo hebben we dus eigenlijk wekelijks, is maandag, altijd werkzaamheden hier. Dus ja. Is er nog informatie te krijgen of komt hier een bord te staan met informatie van wat dit nu precies is? Voor mensen die hier langskomen en die denken van, hé, wat is dat voor skelet hier? Ja, daar zijn we eigenlijk nog mee in de ontwikkeling. Er komt wel iets moois te staan. Er komen er 2 informatieborden met het verhaal van het Hapshuis. En dan natuurlijk met sponsoren die erbij horen, die worden er vernoemd. Onder andere waar we goed mee overwekken is de gemeente Kuiken natuurlijk. En ja, daar staat alles op en dat is nog eigenlijk een verrassing. Dat gaan we nog niet blootleggen. En wanneer hopen jullie dat het af is? Nou, de bouwtijd is 2 weken. Dus eind augustus moet het staan en dat gaat ook lukken. Oké, dus vanaf eind augustus kan iedereen die het maar wil een eeuwen oud Hapshuis komen bewonderen hier in Haps. Ja, dat kan. Dus, maar alleen staat er dan misschien nog niet de informatie die erbij moet. Dat is dan nog even, ja, dat willen we eigenlijk met een kleine onthulling willen we dat gaan doen. Ja, we zitten nu met de coronatijd, is natuurlijk helemaal vervelend. Maar we willen dat in principe doen. We zouden graag een grote opening willen doen, maar helaas kan het niet, dus we moeten het een beetje beperkt houden. En dan gaan we die onthulling ook doen met het infobord erbij. Ja. Oké. Dank jullie wel voor de tijd en veel succes met de bouw van dit prachtige project. Geen dank, dankjewel voor de komst. Ja.